Ja, het vorige filmpje vertelde ik dus over de fabriek in Oekraïne. En toen de muur viel, toen was daar een enorme overschot aan sleutels die niet afgeleverd werden. En daar zit er eentje van. Die zijn in grote getalen zijn die op de markt verschenen. Het is voor wat het kost, is het een hele goede koop. Je moet hem niet laten vallen, want hij is van bakkeliet. En dan valt hij in scherven uit elkaar. Dat is een beetje een nadeel, maar goed. Wie wil zijn sleutel nu laten vallen, dan wordt hij nooit beter van. Ik heb eigenlijk geen idee hoe dat zit met de verkrijgbaarheid nu via eBay, maar in het verleden zag je ze heel veel.